wedstrijd gaat zo beginnen. En mijn naam is Evert ten Apel. En ik heet Juri. Welkom dames en heren hier op de thuisbasis van Chelsea. Mijn naam is Evert ten Apel en ik zal deze wedstrijd samen met Juri Mulder becommentariëren. Hallo Evert. Ja, ik mag altijd graag naar de Blues komen kijken. Dit team moet blijven geloven in hun kans, Evert. Als ze de druk op de ploegen die boven ze staan hoog houden door te winnen, maakt de concurrentie misschien fout. Het regent hier. De aftrap is voor Everton. Verder heb ik nog geen idee hoe het gaat lopen met deze wedstrijd. Mata. Azpilicueta. Baines. Anichebe. Fellaini. Uitstekende onderschepping. Dat had een doelpunt kunnen worden. Torres. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Fellaini. Chelsea aan de bal. Ik vraag me af. Nee, toch een vrije trap. De voordeelregel wordt teruggedraaid. Ik denk dat het vanavond behoorlijk gelijk op zal gaan. Qua niveau verschilt dit team niet zoveel van Everton. Met je eens, Evert. Beide ploegen hebben zeker kansen. Chelsea aan de bal. Hij kiest voor een sliding. Houdt die bal bezit? Gibson. En Everton zorgt voor gevaar. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Hij heeft de ruimte. Fellaini. Gaat gebeuren. Brengt de bal terug in de ploeg. Frank Lampard. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Oh! Hij raakt hem met zijn hoofd. Fellaini. Miralias. Achterhoede in de problemen. Mogelijk een goede kans hier. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Ja, die ging hard. De tegenaanval werd degelijk opgezet. En er had best wel wat meer in gezeten. Maar je moet het wel goed afmaken. Ja, dit schot levert totaal geen gevaar op. Zonde. Jammer dat hij het dan toch niet af kan maken. Het zag er zoveel belovend uit. Mata. Priet. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen? Snel genomen die vrije trap. Goed afgespeeld die bal hoor. Ja, en nu? Gaat hij het redden? Hij zit! Chelsea! Hij hield de bal laag en schoot hem achter in het net. De keeper had geen schijfkans. En daar is de keeper kansloos. Het schot is te goed geplaatst. Een echte topper is het niet, Juri, maar ze staan wel voor. Het is niet best wat we gezien krijgen. Het is een zeer slordig gevoel. Maar het is wel een goede leiding is. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Hij gaat voor een sliding. Fellaini. Ze vechten om de bal. Goal. Die bal wordt onderschept. Snelle uitbraak van Chelsea.
Ja. Een schot. Hij zit erin. Ja, jongen, dit is je tweede al. Ga je voor de derde? En je weet dat hij pas eraan zit te komen. Prima afgemaakt ook. Delaney. De staat. Osman. Gibson. Lampard heeft hem. Baines. De eerste helft is gespeeld. Stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. Beide teams gaan wisselen. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Chelsea trapt af voor de tweede helft. Mata. Ja, en nu gaat op het doel af. Goed gepakt doelman, was een harde bal. We krijgen een hoekschop. Chelsea. Nee, die corner is niet goed. Balbezit voor de tegenstander. Ramirez. Hij kan hem er zo inschieten. Net op tijd onderschept. Uitstekende tackle van Lampard. Via Lampard uit. Baines. Delaney. Dekt hij hem naar de verkeerde kant. Hij leek er langs te zijn, maar is de bal toch kwijt aan zijn tegenstander. En nu moeten ze counteren. Maar kunnen ze dat? Dat was een fraaie counter die uiteindelijk werd afgeslagen. En de bal gaat uit via de speler. Ze krijgen een inworp. Die paas wordt doorzien. Ja, mooie voorzet. Hij zet een sliding in. Hakje beland bij de tegenstander. Krijgt hij maar in. De bal belandt in het strafschopgebied. Neemt hem ineens. Mooi doorgekopt hoor. Wankelt even, maar kan toch door. Ja, fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Bal over de lijn en Chelsea mag de corner nemen. Ik denk dat de trainer er een nieuwe speler in gaat brengen. Hij wil waarschijnlijk iets anders gaan spelen. En dat gaat niet met de oorspronkelijke elf. Wat een beeldschoon balletje. Schitterend paasje. Azpilicueta. Torres. Chelsea is hier vandaag oppermachtig. De tegenstander toch ook geen kleintje. Maakt geen enkele kans. En ze worden volledig van de mat gespeeld door Chelsea. En nu kunnen ze counteren. En daar loopt de tegenaanval vast. Ze moeten de bal weer snel zien te veroveren. Maakt een sliding. Steekpaasje. Dat was een heel belangrijke tackle. Doorgekopt. Hij krijgt steun van een medespeler, dus hij kan de bal afspelen. Ja, en nu. En het schot. Ja, dat is hem. Hij krijgt het voor elkaar. Scoort 3 keer en zet daarmee een fantastische hat-trick op zijn naam. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Het
balletje komt net niet aan. Hij kiest voor een sliding. Gallery play, doet het met een hakje. Torres. Ja, en nu? Wat een vaart. Doelpunt voor Chelsea. Weer een doelpunt, de overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander over. En voordat hij de bal aanneemt, weet hij al waar hij heen moet. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Torres. Nu, wat een snelheid. Chelsea heeft nu de kans. Pakt hem zeg, die keeper. Nou, daarmee herpakt hij zich aardig, want hiervoor stond hij toch een partij te schutteren. Chelsea wint de wedstrijd van...